We hebben het mooiste deelnemersveld ooit. Een hele flamboyante speler op de baan, maar vooral een hele aanvallende speler. En ik denk dat weinig spelers dat nu doen, hè. Echt service volley naar het net komen. Daardoor is hij heel moeilijk te bespelen, want andere spelers krijgen dus niet vaak de kans om tegen zo'n type tennisser te spelen. En dan maakt hij super gebruik van goede atleet, blijft altijd knokken, blijft er altijd in geloven. En ik denk, bij ons is zo'n eerlijke baan, zou ik maar zeggen, dat als je goed speelt van de baseline, kan je het toernooi winnen. Maar als je goed aanvalt, dan is de baan snel genoeg dat ook dat beloond wordt. Dus we gaan heel erg uitkijken naar zijn wedstrijden.